Welkom. Wij gaan u vertellen hoe dat u zelf koffie kan branden thuis. Dit zijn groene koffiebonen en die gaan wij dus branden in deze wok. De koffiebonen gaan wij branden in een tijd van ongeveer 16 minuten. Wachten tot de pan heet is. Gewoon een oude pan van de IKEA. Lekker dun, dus de temperatuur trekt goed door. 150 tot 200 gram koffie is makkelijk in één keer te branden. We doen de koffie in de pan. Stellen de wekker in op een minuut of 16. minuten. De pan wordt nu aardig heet. En het enige wat we gaan doen is blijven roeren met de koffie. De bonen beginnen al een beetje te bruinen en we zijn al 3 minuten onderweg. Je mag niet stoppen, je moet door blijven roeren. Anders branden de bonen aan en krijg je een ongelijke branding. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dit is na 6 minuten branden. De bonen worden al aardig bruin. Maar ze zijn nog niet donker genoeg. Het mooiste is natuurlijk officieel laten branden, maar als je dat niet wil en je wil zelf je bonen thuis hebben en zelf branden, dan is dit een ideale oplossing en het gaat echt fantastisch. Dan gaan we de bonen afkoelen. Gewoon in een vergietje. De bonen alleen maar ronddraaien. Zelfgemaakte koffie. Nu gaan we, de koffie is afgekoeld. Dan gaan we een heerlijk kopje koffie zetten. Oké. Onze super heerlijke Arabica koffie.